Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 zien we dat Nederland grotendeels onbewolkt is. Op een aantal plaatsen is mist ontstaan, maar de mist lost spoedig op. De rest van de ochtend zien we behoorlijk veel zonneschijn. Aan het einde van de ochtend ontstaan de eerste stapelwolken. Vanmiddag hebben we dan een afwisseling van zon en stapelwolken, maar het blijft wel droog. Het wordt 16 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het zuidoosten en er staat over het algemeen weinig wind. Ook vanavond zijn er brede opklaringen, halverwege de avond is de temperatuur gezakt tot een graad of 16. Ja, en morgen ziet het weerbeeld er in eerste instantie ook nog heel vriendelijk uit. In de middag ontstaan flinke stapelwolken en in het oosten ontstaat misschien heel lokaal een enkele regen- of onweersbui. Door 22 tot 24 graden. Ja, en de dagen daarna, op zondag moederdag, is de verwachting nogal onzeker. Waarschijnlijk is er veel bewolking en het kan flink gaan regenen, met grote temperatuursverschillen mogelijk. Op maandag en dinsdag is het licht wisselvallig en ligt de middagtemperatuur zo tussen de 17 en 21 graden met zon, maar ook kans op een bui. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.